Dag 5 vandaag van de trainingskamp van ADO Den Haag hier aan de Zuid-Spaanse kust. Gisteren werd er één keer getraind, want de spelers hadden 's avonds een uitje. De bekerwedstrijd tussen Betis Sevilla en Sevilla. Vandaag is het gewoon weer business as usual, dus twee keer trainen. Blije gezichten bij de training van ADO Den Haag. Want het heeft er alle schijn van dat Mike Havenaar op tijd hersteld is van zijn ribblessure. Precies op tijd voor de wedstrijd tegen Ajax op 17 januari. Havenaar kwam deze zomer naar Den Haag en was in 14 wedstrijden goed voor 11 doelpunten. En toch vindt hij dat het beter moet. Ja, als een team hadden we wel eigenlijk goed teruggekomen, denk ik, naar de tiende plek. Zelf kan ik ook net eigenlijk meer doelpunten maken voor het team. En dat hoop ik te doen voor de tweede part van het seizoen. Je bent nog niet tevreden met je gemiddelde? 8 goals, dat is toch netjes voor een spits? Ja, maar nog wel hoop gemist. Hoop ik dat hij scoort de tweede helft van het seizoen. Ja. Was het lastig voor jou om Michiel Kramer op te volgen? Want die was toch mateloos populair bij de supporters. Die legden de ene na de andere erin. Mijn teammates gaat voor dat helpen. Het maakt me niet eigenlijk uit.